las vandaag een beetje over een koning. Die heette, zijn naam leek heel erg op Amahoula. Dat ging erover waar Amahoula vandaan kwam. En hij werd door het volk afgezet. En daarom noem je dat een Amahoula, als je door je eigen mensen afgezet wordt. En dat werd toen uiteindelijk een klap op de kont, een Amahoula. Echt? Ja. Ik zweer het. Dat is een lekker gebbetje. Ja, leuk beetje. Leuk beetje. Oh, wow, wow, wow. Het is weer zover, mensen. Ik wist niet dat we live waren. Het is alweer aflevering 8 van Sneakerjagers On Air, de podcast. Non en ik voelen ons vereerd dat je wederom op play hebt gedrukt. Al kan het ook zo zijn dat dit de eerste keer is dat je naar de show luistert of kijkt. Van harte welkom. Bij deze ben je een vriend van de show, net als Non. Hoe is het? Goed. Met jou? Ook goed. Wat heb je aan qua schoenen? Oh, gauw gelijk. Jezus, ja, hoppakee, jongen. Ja. Ik heb oude strukjes aan. Welke kleuren hebben ze nog aan? OG colorway, blauwe. Ik hoop dat ze nog fris ruiken. Altijd vies. Tada. Oh ja. Ja. 2007 of zo alweer eigenlijk. En hoe ben je eraan gekomen? Ik weet niet meer waar ik deze heb gekocht. Denk concreet. Maar gewoon ontspannen gekocht? Of ja, joh, die tijd was alles ontspannen, toch? Ja, dat was wel. Geen rij, geen loodjes. Nee. Geen onzin dat je de kans krijgt om iets te kopen. Je, en je daarvoor, mag ze kopen. Ja, en dan alvast gewoon een goedkeuring geven bij de bank of een PayPal. Zodat je misschien iets mag kopen. Nee, dat was mooi was die tijd, hè? Ja. Ja, toch ook weer niet. Want ik heb Ape-stars aan. Ik ga er even bij staan. Die lijken heel erg op All-Stars. Maar die zijn dus, wacht, andere. Van Bathing Ape. En die patchy, die kan eraf. En er zit er ook nog een andere bij met een R'tje erop van Original. En nou, om aan te geven dat het niet per se vroeger allemaal beter was. Ik heb deze nog gekocht in de tijd dat internet nog niet zo heel ontwikkeld was als nu. Mm-hmm. Dus die moest uit Japan komen, moest met een contactpersoon. Die ging ze dan voor mij kopen en dan doorsturen. Moest nog met de creditcard van mijn vader, want ik had geen creditcard. En PayPal was nog niet zo goed bestaan. Nee, man. Nee? En nou ja, dan krijg je dus het volgende. Ze zijn echt een volle mate groot. Ja, je hebt wel nog gelijk dat PayPal toen niet. Want zie je dat wel? Ik heb via MoneyGram wel eens geld gestuurd vroeger. Wat zeg je? Ik heb wel eens geld gestuurd naar Amerika via MoneyGram. Dat weet en dan ik moest wel. Je maar hopen dat je spullen persoon kreeg. Gewoon, ja. Ja, 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 echt. Ja, MoneyGram. Ja. Dat ging dan via zo'n grenswisselkantoortje. En dan ging je daar gewoon, ja, dan maak je er honderden euro's over. En dan was het maar hoop maar of je dat kreeg. Voelde ook echt bij voorbaat al loesje. Dan stond je in zo'n kantoortje, moest je een formuliertje invullen. Ja. Ja, 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 maar weet je, het was geen andere manier. Dus ik denk dat je dan gewoon, zeg maar, dat gewoon, ja, deed. Ja. Ja, ja. Ja, en dan was het terugsturen van die schoenen zo omslachtig. Ja. Dan kreeg je ook niet je verzendskosten terug, niks, weet je wel. Nee, nee. Dus ja, ik heb ze maar altijd gehouden. Dus zodoende leef ik op grote voet. Gebbetje. Het belooft vandaag een oude jongens krentenbrood show te worden. Want de twee gasten van vandaag. Ja, ik denk echt dat ik jullie allebei 12 jaar ken. Misschien wel langer. Ik denk wel langer, ja. Langer. Ja, langer. Ik denk. Ja, 13. Wow, wow, wow. Ja. Nee, ik heb geen idee, maar ik denk 2005, 2006. Oh ja. Zoiets. Ja. Ik denk misschien wel 15. Zo. Volgens mij was ik 20, 21. Eigenlijk is dit soort jubileum dan. Ja. Kunnen we gewoon van maken. Toch? Echt, hè? De gasten van vandaag zijn Josine. Jij bent de girl boss, ja. Zoals dat tegenwoordig heet, van On The Block. Wat is dat? On The Block is een van de weinige streetwear webshops voor vrouwen. Of nou ja, niet meer webshop, nu ook een echte shop erbij. Want allereerst, hoe lang bestond die webshop of hoe bestaat die? Ik heb 6 jaar online gedaan en nu net een winkel geopend. En waarom een winkel erbij? Toch een verlengstuk. Mensen hebben toch de behoefte om gewoon bepaalde spullen te voelen, te passen. Ja. En daar liep ik online wel een beetje tegenaan. En wat zit je te lachen? Nee, nee. Oh. En, dus ja, het was gewoon tijd voor een volgende stap. Straks heb jij nog een heel spannend verhaal. Zeker. Maar niet meteen alles prijsgeven. Rustig aan. Allereerst even, wat voor schoen heb je aan? Oh, ik heb... niet heel spannend eigenlijk. Ik heb gewoon hoge All-Stars aan. Ja, heel zwart. Heel, ja, heel braaf inderdaad. En wat is jouw smaak qua schoenen? Nou, ik ben best wel van de basics eigenlijk. Ik heb niet heel erg sneakers met extreme heftige kleuren en prints en zo. Ik ben best wel een beetje van de classics eigenlijk. En omdat jij een meisje bent,
Vind je dan ook chunky sneakers helemaal geweldig? Wat nu in is? Ja? Nee, vind ik echt vreselijk. Yes, yes. Okay. I like it. Ik ga naar de overkant, daar zit Alain van Duren. Hoi Valerio, Zeno. Wij zijn heel Nederland doorgereden en Europa zelfs en ook. En Europa overgevlogen. Ik was jouw DJ, jij was mijn MC. Nou, nog steeds wel eigenlijk. Ja, zeker. Ja. We zijn inmiddels wat ouder geworden. Mm. Maar we verliezen nooit onze wilde haren. Nee, net zoals Bas en Adriaan. Precies. Die zijn ook gewoon nog steeds gaan. Ja, dat is wel echt waar. Dat is echt zo. Het is eigenlijk wel grappig dat jij hier zit, bedacht ik me net. Want wij kennen elkaar door een sneakerprogramma ooit op TMF. Ja, klopt ja. Toen ging ik een item opnemen, dat ging volgens mij over Puma's. Nee, Essex. Oh, Essex. Nou, het ging niet specifiek over Essex. Ja. Maar het ging over sneakers in het algemeen. Maar ik weet nog wel dat die guys van Essex, die hadden gevraagd, Alain, wil je komen? En toen zei ik, ja, is goed, maar ja, what's in it for me? En zeiden ze, nou, dan krijg jij die Essex Jelly 3, die patta. Die met zwart, rood en groen? Ja, ja, ja. Inclusief tas. Toen zei ik, oh ja, nou, dat vind ik wel een goede deal. Oké, ik kom wel. Maar die aflevering was toch ook over het... Over de running Essex, ja, toch? Ja, 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 dat was ja, een ja, 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 running. Ja, dat werkt nog heel goed. Ik moest jou interviewen. Ja. Nou, dan zie je 15 jaar later. Het is normaal. Full circle. Oh. Geen stap vooruit gekomen. Nee, gewoon weer terug bij af. Gaat weer over school. Jij bent ook een sneakerliefhebber. Mm-hmm. Je hebt ooit een winkel gehad in Rotterdam genaamd Lifestyle. Ja. Daar gaan we het zo dadelijk nog uitgebreid over hebben. Spannend. Maar eerst even bij het begin beginnen. Wat voor schoen heb je aan, Alain? Ja, ik heb er echt lang over nagedacht. Nee, dat is niet echt heel erg waar. Ik heb Nike Air Max 1 Atmos Fiotech aan. En ja, dat is dan gewoon een bloedtopper. Misschien wel een van de meest ondergewaardeerde sneakers, vind ik. Voor mij ook wel, ja. Want ik vond die aan het begin helemaal niet boeiend. En op een gegeven moment is de liefde voor die echt gegroeid. En als ik jou nu zie op die schoen, dan heb ik ook gewoon echt een baalmoment. Dat mag je best weten. Ah, sorry. Ja, nee, ja, daarvoor deed ik het. Om het kapot te maken. Maar nee, ik ging gewoon, welke schoen heeft Val niet? En ja, die doe ik wel aan. Nee, dat is nog een eerste. En je hebt ook wat meegenomen. Ja. Houd nog even in de verpakking. Ja, cool. Ja, leuk. Dan is het gewoon maar een surprise wanneer jij denkt, het moment is nu juist, ik pak hem uit. Ja, is goed. Kunnen we doen. Zullen we dat doen? En nog even over die Fiotex, hoe ben je eraan gekomen? Dat is best wel een grappig verhaal. Ja, kijk, Non die is ook van de oude stempel, dus die weet dat sommige dingen vroeger echt een hele andere waarde hadden. Mm-hmm. En ik had vroeger Lifestyle samen met Chimme, mijn compagnon toen de tijd. En we hadden een x-aantal mensen bij ons werken die ook echt helemaal toe de sneakers waren. Waaronder Jeff en Hanno. Jeff Solo, inmiddels bekende DJ. En Hanno Ohen, ook een bekende DJ. En die heeft ook een vintage winkel, soort van. Maar Hanno, die was on the search. Die eBay was net opgekomen. Mm-hmm. En die zat echt, die zat dagen. Het was ook een beetje hinderlijk, weet je. Hij moest gewoon shit verkopen in die winkel. Maar hij zat achter eBay. Op een gegeven moment had hij deze schoenen gevonden in Italië. Bijna een hele maatserie voor €60 per stuk, €70 per stuk of zo. Zo. En hij had gewoon die hele maatserie gekocht. En ja, toen heb ik een paardje overgenomen van hem. Ja. Voor hoeveel? €60, €70. Jeetje mina. Ze noemde vroeger altijd, ik mag het bijna niet noemen, maar hij was altijd cheap. Ja, maar hij is een flex guy. Ja, hij was altijd flex. Hij was flex. Ja, hij was flex. Maar ja, nee, dus hij kwam altijd met dingen, joh. Hij vond echt Jordans online op eBay. Hij was echt een eBay search kit. Voordat het helemaal best wel groot was in Nederland, zaten die boys altijd op eBay te searchen. Precies, maar de mensen die dat verkochten, die wisten dan waarschijnlijk gewoon niet. Ik denk dat deze desbetreffende Italiaan geen idee had wat hij had. Maar het was ook anders, hè, toen. Ik bedoel, het was sowieso anders. Ik weet nog toen Nike Air Max Atmos, die Safari uitkwam. Ik weet, bij Concrete lag je misschien nog een half jaar tot een jaar nog gewoon in die winkel. Niemand ging er. Die Fitech lag er ook nog. Een easy cup. Ja, niemand kwam hem kopen of zo. Ja. Trouwens, jij liet mij net een filmpje zien. Ja. Daar komen we straks nog even op terug. Ja, want ja. Lieve mensen, dat is me toch een geweldige tip. Ja, ja, ja. Als je van Air Max 1 houdt of... ik ga nog niet te veel verklappen. Niet per se alleen Air Max 1. Nee. Maar het is echt een goede tip. Hij was voor mij helemaal nieuw. Ja? Ja. Ja.
Ja, ik vond het echt een goede opsteek. Ja, maar kijk, ik ga het niet... Nee, ga we niet hebben het er later over. Ja, ik ga niet zeggen, zit aan het einde van het programma. Want dan skip je naar het einde. Nee, nee. Dus we hebben droppen allemaal dingen echt, in het midden. Echt, ja. Shockdrop. Ja. Alleen maar dat. Hoe is voor jou de liefde voor sneakers ontstaan? Ik kom uit best wel een net Rotterdams gezin. Ja. En toen ik jong was, ik ben nu 40. Denken de luisteraars. Maar nee, dames en heren, ik ben nu 40. En toen ik jong was, toen waren sneakers, dat was nog niet standaard, toch? Ik bedoel, je zag niet iedereen liep op sportschoenen. Nee, ik denk sowieso niet. Hè. Nee, weet je, dan heb ik het echt over toen ik 10, 11 was en zo. En dan had je een paar boys op school en die hadden dan wel die sneakers. Maar mijn moeder zei gewoon, nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Dat is ASO. Nou, misschien zei ze dat. Denk het wel eigenlijk. Maar ja, toen op een gegeven moment ging ik eigenlijk zelf geld verdienen. Met mijn bijbaantje bij de grootste kruidenier van Nederland toen de tijd. En toen ging ik eigenlijk een beetje de dingen kopen die ik daarvoor eigenlijk altijd wilde. Maar nooit mocht of zo. Mm-hmm. Weet ik veel. Ik ging rebelleren op mijn 15e. Puberteit, ja. Puberteit. En ik kwam in aanraking met ik was een skater, weet je, skateboarden. En dat is wel grappig. In een andere aflevering hoorde ik een andere skater die zei van ja, toen Nike SB uitkwam, toen had iedereen, alle skaters die hadden, nee, Nike niet. Ja, toen ik skaten was, wij volgden echt soort van die New Yorkse stilo, weet je. Dus wij skaten echt op Jordans en op Air Force en wij skaten juist op al die schoenen en Puma Suede. Klinkt wel echt gek, man. Skate op Jordans. Ja, maar dat was... Hey, en die boys die deden het, weet je. Je had vroeger in Rotterdam en in heel Nederland had je echt gewoon bepaalde kliks met skaten. Die hadden echt aanzien. Eén daarvan is de Fred Klik. Onder andere Gijs La Riviera, Para komt daar vandaan. Woei zat daarin. Die zat erin, ja. Ja, en die boys die hadden echt een stilo. En wij als jong boys, weet je, die keken daar nou op en dachten... Shit. En zij droeg het, dus dachten we, oké, cool, gaan we doen. Als je sommige oude foto's van ons zag, stilo. Ja, tuurlijk. Ik weet nog, hoe je met die blonde haren. Met die blonde haren, ja. Maar nee, ja, dus daar is mijn... Weet je, en van daaruit, vanuit skaten ben ik gaan breakdansen. En ook daar in breakdance is b-boying. Ben je ook op Jordans? Nee, suede. Puma suede. Dus ik heb ook... En cortesjes ook? Nee, toen niet. Ben ik pas eigenlijk later gekomen. Ik heb een blauwe maandag gebreakdanced. Echt een blauwe maandag. Toen heb je Cortez. Eigenlijk een blauwe maandagmiddag. Ja, had ik wel Cortez. Ja, nee, Puma Suede. Dus ik heb ook met al mijn sneakers die ik koop, heb ik ook een band. En meestal een band uit mijn verleden of zo. Ja. Dingen die ik niet mocht. Dingen die ik toen in die skate scene echt de shit vond. En b-boy-achtige stijl. Ja, hoe ging dat bij jou? Ik had je op de middelbare school bijvoorbeeld een liefde voor sneakers of boeide het je niet zoveel? Ik had het wel, maar ik had ook een beetje hetzelfde van ja, vanuit huis kreeg ik dat niet. Het was gewoon te duur. Ja. En ik had ook op een gegeven moment van ja, ga maar een baantje zoeken. En toen kon ik dus wel dingen gaan kopen. Maar ja, geen idee wat je dan koopt natuurlijk. Ja, whatever, wat je kan betalen. Weet je nog wel waar je toen dan soort van droomde? Nee, ik was er niet op dat level al mee bezig toen. Nee. En wanneer begon het bij jou qua streetwear? Dat had ik wel al, denk ik, begin middelbare schooltijd inderdaad. Maar dat was heel erg ook met muziek. Je zag natuurlijk al die videoclips. En ik had heel erg Aaliyah, Mary J. Blige vond ik echt super cool. En die hadden echt al van die grote oversized kleding. En dat vond ik heel cool. Dus zo is het een beetje begonnen bij mij. Maar en hoe kwam je dan toen de tijd aan de kleding? Nee, doe maar wat. Ik bedoel, je koopt gewoon een beetje te grote broeken. En je had wel op de Nieuwe Dijk had je Britain, volgens mij. Ja. En daar kon je van die grote, wat was het? Echo broeken en zo, weet je, dat soort dingen. Echt die mega oversized dingen. En ik was al heel klein, dus dat was natuurlijk heel mooi. Ik ook. Ja. Ik heb daar ook echt wel... Kijk, ik ben opgegroeid in Almere en dan ging ik één keer in de zoveel tijd met kleedgeld naar Amsterdam. Want daar had je natuurlijk winkels die wij niet hadden. En Britain was er één van. En ik heb daar wel echt spuuglelijke dingen gekocht. Ik ook, ik denk, hoor. Eigenlijk alles wat ik daar gekocht heb, is niet met terugwerkende kracht. Het was gewoon echt lelijk. Ja, nee, same. Ja, verschrikkelijk. Maar ja, toen was dat cool gewoon. Dat vond ik heel cool. Wat was dan iets wat je droeg, wat je nu het liefste uit de geschiedenisboeken zou willen wissen? Ja, ik had van die Kangol-petjes dan zo achterstevoren, maar dan geen Kangol, zeg maar. Dus een beetje zo van die marktdingen, weet je. Maar ik vond het heel cool.
Ja, vind ik nog steeds wel eigenlijk cool. Vind ik niks mis mee. Nou ja, het was niet heel cool. Hè? Nee, het stond me niet heel erg goed. Wanneer werd het voor jouw gevoel wel heel cool? Nou, weet ik niet. Ja, gewoon naarmate ik ouder werd. Dan ga je een beetje ontdekken wat wel of niet bij je past. En wat wel of niet klopt, inderdaad. En hoe is het dan zo gekomen dat je uiteindelijk een webshop met streetwear voor vrouwen begon? Ja, het is een beetje random. Want ik ben eigenlijk webdesigner. Dus ik kan websites maken ook. En ik kocht altijd mijn spullen bij Fresh Cotton. En die stopte op een gegeven moment met de dameskleding inkopen. En toen dacht ik, ga ik het toch gewoon zelf doen? Ja. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Een beetje op verkeken. Dus, maar ik ben gewoon begonnen en gewoon doorgegaan. En gekomen tot waar ik nu ben. Maar dus, noem eens een paar merken die je in je webshop hebt. Nou, nu heb ik Stussy, Carhartt. Geen DDP meer. Ik klap heel even dicht, jongens. Maar ja, dus stel je voor, je wil een webshop beginnen. Ja. Mail je dan gewoon naar Stussy. Hey, jongens, hallo. Ja, ik had het geluk, omdat in die tijd was er eigenlijk niemand meer die echt de vrouwenlijnen wilde oppakken. Maar dus, is dat echt, stel je voor, ik ben een meisje en ik toets op Google in streetwear voor vrouwen, in het Engels, dan vind ik niks. Nou ja, nu vind je mij, maar toen was er niet zoveel te vinden. Nee. Nou ja, nu zijn er ook wel wat meer shops die gewoon mannen en vrouwen doen. Alleen, dit is best wel een tijd geweest dat volgens mij niemand echt vrouwenlijnen wilde oppakken. We hebben het geprobeerd. Ja? Ja. Maar? Ja, niet te doen. Nee. Maar en hoe heb je het geprobeerd? Nou, we hadden lifestyle vroeger en daar probeerden we dus, weet je, zoals we tussenin gingen kopen. Dan liet de agent ook dames tussen zien. Dus ze kochten ook wat dames tussen dingen in. Maar dat ging echt. Het verkocht gewoon niet. Nee, heel slecht. Maar dus is dat te weinig focus? Of? Ik denk dat de doelgroep nog niet daar was. Of dat hij nog heel zwaar klein was. Ja, is ook, en nog steeds, het is geen grote markt. Weet je? Het is ook voor mij gewoon. Het is echt wel een hele niche-markt. Ik sta er echt van te kijken. Ik zou denken, het is 2019. Ja, dat valt tegen. En veel vrouwen kopen ook nog wel gewoon, vooral nu weer, mannen dingen. Dus ik probeer een beetje een mix te maken wel. Want aan de ene kant vind ik dat oversized, hè, lekker grote truien, gewoon hartstikke leuk. Maar aan de andere kant hebben ook heel veel merken, bijvoorbeeld een OB of een Stussy, hebben hele mooie vrouwenlijnen die toch gewoon meer voor een vrouwenlichaam zijn. En ik vind die combinatie van de twee gewoon wel heel tof. Ja. Ja. Maar dus eigenlijk stonden alle merken, die konden niet wachten toen je mailde. Nou ja, een beetje huiverig. Want ik was natuurlijk ook wel een beetje van, ik ga een webshop beginnen en ik wil OB verkopen. Oké, ja, kom maar langs. En ik had zelf ook niet echt een idee wat ik ging doen. Dat heeft gewoon een beetje zijn weg moeten vinden. Maar dus hoe gaat zo'n gesprek dan? Dan zei je echt, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Maar, Nee, wel. Ik had wel een soort van moodboard en ideeën hoe ik mijn mensen zou gaan bereiken. En gewoon ook vooral de kennis van het web. Die gewoon wel ook wel heel belangrijk is. Maar de meeste durfden gewoon wel de gok te nemen. En gewoon heel klein inkopen in het begin. Hè. Ik bedoel, je groeit gewoon gaandeweg. En daar zijn ze ook wel bereid toe om gewoon, doe maar niet te veel. Ja. Kijk maar hoe het gaat. En ik kan altijd bijbestellen of volgend seizoen weer wat groter gaan. En het heeft best wel wat aanlooptijd ook nodig gehad. En nog steeds is het niet. Het is niet mega groot. Maar good enough. Ja, maar ik zou ook denken, niet mega groot. Je kan het de hele planeet dankzij internet bedienen. Ja. Is toch zo, ja. Dus ja, maar het is toch nog best wel moeilijk om die mensen allemaal te bereiken. Mag ik je wat vragen? Want als ik nu op Instagram kijk, bij wijze van spreken, zie ik wel heel veel dames gewoon wel met dat soort merken aan, heel stoer op foto's staan. En ze zijn er ook zeker. En zo, weet je. Dus dan denk ik, dan lijkt het voor mij of het een hele grote markt is. Ja, ik sta er echt van te kijken. Ik denk dat de groep trouwe klanten die ik heb is niet mega groot. En ik ben wel nog steeds, ik bedoel, ik ben nu 6 jaar bezig, ik ben nog steeds bezig met constant zorgen dat meer mensen die naam te zien krijgen. Maar als je je dus vooral alleen online bevindt, is dat best wel moeilijk. Want met sommige merken moet je ook opboksen tegen de grote partijen. En dat is voor mij best wel een struikelblok geweest. En ik hoop dus nu ook met de winkel dat het een persoonlijker gevoel krijgt, dat meer mensen het gaan zien, dat het meer gaat leven. Dus ja, ik denk vooral die vindbaarheid is toch best wel een ding geweest. En met zoveel doe je het?
Echt? In mijn eentje, ja. Dus ja. Ik ben nu met de manager, eigenaar. Je bent met de CEO, de alles zeker. Ja, okay. Ja. En waar heb je in dit proces nou het meest op verkeken? Je noemde net al die vindbaarheid, maar is er nog iets dat je gaandeweg echt dacht van, oh shit, dit had ik helemaal niet verwacht, joh. Ja, er zit gewoon echt kapot veel werk in. Gewoon alles. Waar zit dat dan in? Domme dingen die bij ons als producten invoeren. Je vindbaarheid inderdaad. Je moet zoekmachinevriendelijk schrijven. Advertenties. Ja, er zijn bepaalde regels voor. Ik heb nu bepaalde plugins niet die in aangeven. Spaans. Nee, gewoon okay. in het Engels wel. Je advertenties, je Facebook advertenties. Ik doe zelf heel veel shoots. Of ik niet, maar ik heb een fotograaf waarmee ik heel veel shoots doe. Dat plannen, modellen zoeken, styling. En waarom doe je bijvoorbeeld shoots? Want kan je niet gewoon bestaande beelden van Stussy of zo gebruiken? Ja, dat kan. Maar ik denk bij Onderblok ligt de kracht ook heel erg in de eigen shoots. Heel veel merken vinden dat ook heel tof. Mm-hmm. En willen daarom ook gewoon graag wel met me werken. Want dan laat je zien hoe je het met andere merken kan combineren. Nou, ik doe wel vaak looks die echt van één merk zijn. Vind ik vaak wat sterker overkomen. Mm-hmm. Maar het geeft ook gewoon voor de naam Onderblok geeft het gewoon een sterker image. En ik denk de meeste mensen die het kennen, vooral de meiden, die weten wel gelijk van, oh, dat is een Onderblok beeld. En ook de meiden die ik cast, zeg maar, voor die shoots. Het is best wel duidelijk wat Onderblok is als je het één keer hebt bekeken, denk ik. Dan ga ik een hele vervelende vraag stellen. Hoe zou je dat dan omschrijven? God, ja, weet je. Een beetje tegen draad, een beetje afgestapt van de standaard. Net een beetje anders dan de basics. Ik heb bijna het idee dat je alleen aan het omschrijven bent. Nou ja, woorden die op van toepassing zijn. Ik ben hartstikke bezig. Tegen draad. jij bent, zoals ik net vertelde, ooit een winkel begonnen, genaamd Lifestyle, in Rotterdam. Ja. Voordat ik daar wat over ga vragen, jij had het net over die Essex van Patta. Mm-hmm. En die waren zo Amsterdam branded met die kruisjes van Amsterdam op de veter. Uh-huh. Toen de tijd woonde jij in Rotterdam. Uh-huh. Is dat dan nog linkersoep om daarop te gaan lopen of maakt dat niet uit? Nee. Op dat moment niet. Nee. Weet je, ik denk niet dat het. Ik heb het eigenlijk, om eerlijk te zijn, heb ik op dat moment echt nooit een moment over nagedacht. De enige schoen bij waar ik dat wel bij heb gehad, was bij de Nike Air Max 1 Amsterdam. Dat was wel dat je dacht van, oeh, zo. Maar die was gewoon zo lauw en sick dat je dacht, fuck it, weet je, deze rock ik gewoon. Oké, nou, terug naar Lifestyle. Ja, okay, wanneer en hoe en waarom ben je dat begonnen? En met wie deed je dat? Ik deed met Jimme. Dat was eigenlijk in 2005 zijn we dat begonnen. En dat kwam eigenlijk vooral omdat we een soort gemis hadden in de stad. We waren zelf altijd heel erg op zoek, weet je wel, naar een bepaalde stijl. En die stijl die was gewoon niet te vinden in Rotterdam. En daarbij waren we ook nog best wel op zoek naar bepaalde sneakers. En dat was ook niet echt te vinden in Rotterdam. Je had wel een paar goede shops, zoals Urban Unit, weet je. Urban Unit moeten we zeker niet vergeten. Die moet je echt niet vergeten, dat was echt een goede shop altijd. Maar ja, weet je, maar we zochten eigenlijk gewoon een soort van stijl die ja, een vertaalslag van onze stijl zoals wij dat zagen. En op een gegeven moment, ik kende Chimme eigenlijk met name uit het uitgaansleven. We waren eigenlijk een soort van meubilair in Nauw en Wouw toen de tijd. Weet je, dat was echt de spot. We waren gewoon ja, party-minded, weet je. Dat was gewoon, weet ik veel, 6 dagen per week gewoon partyen. En ik kende Chimme uit Nauw en Wouw. En daar waren we best wel close geworden, dikke vrienden. En nou, toen kwam we erachter dat je hetzelfde gemis had. En van daaruit zijn we eigenlijk op een gegeven moment, hadden ze iets van, ja, fuck it, dan gaan we het gewoon zelf doen. En toen zijn we dat gaan doen. Toen zijn we gaan begonnen. Toen zijn we begonnen. Eerst met een ondernemingsplan naar de bank. Leningen aanvragen. Krediet hier, kredietje daar. Hasselen. Boekerpolis hier. man, hou op. Maar, eindstand zijn we begonnen. Nog niet met. Het was nog niet af. Dus toen we begonnen. Wat we neerzetten, toen was het nog niet af. En wat we eigenlijk wel gelijk al wel merkten, wat heel moeilijk was, dat heel veel mensen die kwamen binnen,
ook kennissen en vrienden van ons in 2005. En die zeiden, wauw, tof man. Echt tof dat je dit doet. Ziet er super mooi uit. Hey, heel veel succes, hè. En dan gingen ze weg zo om iets te kopen. Toen dachten we, wow, wacht even. Weet je, dus ja. Ik ben het er wel echt met je eens. Ja, maar misschien was het ook wel een beetje jullie houding. Tafeltennis de hele dag. Nee, maar dat was later pas. Nee, maar in het begin was het ook vooral gewoon collectie-minded. En we hadden een bepaalde visie. En misschien was dat op dat moment gewoon nog... Het was nog niet af, maar misschien was het ook op dat moment te hoog, waardoor we een balans moesten creëren. Ik was 24, ik was net klaar met school. En wij dachten het wel beter te weten. Weet je, ja, dat. En daar hebben we heel veel geleerd en heel veel ontwikkeld en leuke dingen gedaan. Maar zou het dan kunnen zijn dat jullie voor toen de tijd eigenlijk de tijd iets te ver vooruit waren? Dat mensen het gewoon nog niet begrepen? Ja, maar dat vind ik heel moeilijk om te zeggen van jezelf. Maar ik heb van andere mensen begrepen. Nee, ja. ik was een buitenstaander. Ja. Zij waren wel verder al. Gewoon met alle respect. Ja, het Urban Unit was meer graffiti, sneaker. Hij was ook wel weer heel erg in de Japanse dingen. Want ja. hij spaarde toys en dat soort dingen. Dat was super dope. Maar hun waren best wel gewoon fly guys voor dat moment. Ze waren allebei lekker. Ja, weet je? En ze waren gewoon smooth. En die winkel was ook gewoon smooth. Dus misschien was het gewoon voor heel veel mensen heel hoog gegrepen om daar naar binnen te gaan. Ja, en het ding wel bij ons was dat het nog wel echt een soort van cultural minded was, weet je. Een soort van cultural capital-achtig. Dat het wel echt... Het kwam echt uit ons leven, weet je. Maar het was ook echt lifestyle. Ja, weet je. Dat was het ding, weet je. En no disrespect naar niemand die nu in die game zit, weet je. Zeker niet. Maar als je nu is die game een cultuur op zichzelf. Weet je, dus als je kijkt naar streetwear, sneaker, weet je. Dat is een cultuur op zichzelf. Wat een hele mooie, toffe, leuke cultuur is. Maar toen kwam die cultuur, die kwam voort uit graf, uit hip-hop, uit skaten, uit b-boying, basketballen. Basketballen, ja. Daar kwam die cultuur vandaan. En daar zaten wij in. En die winkel was een vertaalslag van hoe wij die cultuur eigenlijk op een bepaalde manier wilden projecteren op kleding, op fashion, op stijl. Maar jullie verkochten meer dan kleding, toch? Ja, we verkochten met name kleding en accessoires en sneakers. Ja, precies. En wat voor accessoires? Maar bijvoorbeeld ook heel veel vintage verkochten we. Dat was toen tijd. Weet je, we gingen echt op jacht naar vintage. En we hadden zo'n hoek op gevonden. Dat heette Brasco vroeger. Ik weet nog niet eens of ze nog bestaan. En dan mochten we alleen per kilo inkopen. Maar dan hadden we een soort van deal. Dat Chimme die guy ging afleiden. En dan ging ik snel. Gewoon een beetje die... Wat was die plaatsnaam ook alweer? Mahezer. Oh ja, Mahezer. Nee, maar dat was echt zo. En dat stonk altijd de kleren. Dan moesten we het helemaal cleanen. Toen was Verbrezen net uitgekomen. Toen dacht, we probeerden het met Verbrezen. Dat werkte helemaal niet. Het stonk maar je echt, kocht hoor. Het per kilo. En dan had je dus een zak van, weet ik veel, 20 kilo. En was echt maar, weet ik veel, een derde was echt daadwerkelijk verkoopbaar. En die andere zat je een soort van mee in je maag, wat gaan we hiermee doen? Dus we hadden een soort van beeld gecreëerd. We waren heel erg bezig met cherrypicking. Dus heel erg bepaalde onderdelen van collecties, dat wilden we wel. Ja. En andere onderdelen wilden we niet. Dus inkopers die vonden ons ook... Lastig. Ze vonden ons wel heel aardig heel oprecht. En dat zijn we ook ten alle tijden geweest. Maar we wilden wel dat ding. En ik weet nog heel vaak dat we dan een collectie inkochten. En dan hadden we vanuit aan de hand van samples hadden we een keuze gemaakt. En er werden gebeld, je krijgt echt één product opgestuurd. Want alles wat jullie gekozen hebben ze gedropt omdat er te weinig ingekocht is. Ja. Oh, echt? Ja, het is dan, ja. Dus dat was een beetje het ding. Ja. En hoe lang hebben jullie die winkel gehad? Tot en met begin 2010. En hoe lang was dat in totaal? Vijf, zes jaar. Ik denk dat we in 2004 of 2005 zijn begonnen. Volgens mij wel 2005 hoor. Dat weet ik niet meer. Nou ja, om en nabij. Ik weet nog, ik kwam daar... We waren net begonnen voordat Patta openging. Hoe lang bestaat Patta nu? Zo, 10? Een half jaar of zo. 15 al? Ja, Lijp en Patta zijn hetzelfde jaar begonnen. Ja. Dus, ja. 15 al? Ja. Ja. Maar ik weet, jij had vroeger heel veel sneakers, nog steeds. Ja. Beetje geminderd. Ja, wel veel geminderd. Maar ik weet nog, ik kwam Lifestyle binnen en toen was er boven, als ik me niet vergis, een vitrine. Waaronder ook die Amsterdams in stonden. Ja. Correct me if I'm wrong. Ja. En die waren allemaal van jou en die ging je verkopen. En dat vond ik echt verschrikkelijk om te zien. Nou, het was en. We hadden een soort van inconciatiegedeelte hadden we daar staan. Waar mensen dus...
Nou ja, wat Non nu veel beter doet, dat deden wij toen een beetje. Maar het was natuurlijk ook tactiek door gewoon bepaalde modellen daar neer te zetten, waardoor mensen daar binnenkwamen. Ja, en dachten een lokkertje. Oh. Ja. We hebben ook een keer, we hebben ook een keer op 1 april... Eigenlijk een oplichter. Nee, het was gewoon een beetje branding, een beetje pochen toch. Maar we hebben een keertje met 1 april, hadden we ook een weblog. En op 1 april hadden we gezegd dat we een restock hadden van de Nike Air Max 1 Amsterdam. En toen, die dag was het gekhuis. We wisten niet dat het, ja, maar we waren gewoon, weet je, we hadden allemaal van dat soort geintjes ook, weet je. Het was ook heel luchtig. Weet je nog die euro op de trap? Ja, waar mensen helemaal lauw van werden. Die zat vastgeplakt. Ja, die zat vastgeplakt. Ja, die was echt dood. Want iedereen die op de trap naar boven, iedereen die zat gewoon, kak. En op een gegeven moment had je gewoon van nagels om het verven heen weggekrapt. Ja, nee. Maar ja, nee, dus om terug te gaan naar je vraag. Als iemand echt daadwerkelijk daar een heel goed bod had gegeven, dan had ik ze wel gekocht. Verkocht. Ja, dan had ik ze wel verkocht. Maar ook wel in dienst van. Ja. In dienst van de winkel. Maar uiteindelijk ging het toch wel. Want ik heb ook nog toen best wel veel schoenen neergezet. Ja, maar die Amsterdam heb ik toen... Ja. Toen het begon te lopen, heb ik die Amsterdam snel weer weggehaald. Het is bijna tijd voor Alain's tip. Wat? We wachten nog even met iets. Oh, bijna tijd voor je tip. Ooh. Ja, tip als in... dit is een goed idee. Oh, zo, niet een tipje. Maar... heb je spijt van een paar sneakers wat je ooit hebt weggedaan? Ja, joh, mad veel. En van welke bijvoorbeeld? Ik durf sommige sneakers nog ineens te noemen. Omdat ik dan denk dat mensen zeggen, nou, die gast is helemaal gek. Ja, kijk, op een gegeven moment, we hadden lifestyle en door lifestyle liep heel goed. En dat ging. Toen dachten we op een gegeven moment, nou, weet je, als het toch zo lekker gaat, dan gaan we ook naar Amsterdam. En toen hadden we een winkel geopend in Amsterdam. Op de Ferdinand Bol. Ja, maar we hadden ook laten knippen, toch? Ja, dat kon je ook laten knippen. Ja, dat maar waar we niet over na hadden gedacht, was om een klein beetje marktonderzoek te doen. En waar we dus achter kwamen, dat die Noord-Zuidlijn, die zou echt een half jaar later, zouden ze daar aan gaan beginnen. En heel die straat, die werd afgesloten. Ja. Dus we zaten in een opstart. We moesten nog heel erg hebben van loop. En er was gewoon geen loop meer in die straat. Nou, dus dat had ons best wel pijn gedaan. En ook op financieel gebied. En toen op een gegeven moment kwam gewoon die recessie. Wij zaten gewoon in die recessie. En ik weet niet of je precies weet hoe het gaat, weet je, maar je hebt bepaalde inkoopkredieten. Hmm. Bepaalde inkoopkredieten bij merken. En daar heb je dan een hele lange tijd voor om dingen terug te betalen. Maar iedereen was in paniek. Dus al die merken die gingen opeens betalingsregelingen en dergelijke omgooien. Dat ging van 3 maanden naar 30 dagen. Je krediet werd opgeschort. En op een gegeven moment zeiden wij van... En toen waren we gewoon tegen de raad. Zeiden we, nou fuck it. Als we het dan niet kunnen doen zoals we willen dat het moet gaan, dan stoppen we toch. En ook niet echt heel erg goed over nagedacht op dat moment. En jullie waren ook nog M begonnen, ook nog. We hadden ook nog M tussendoor samen met Vernoer en Lijp. Ja. Maar dat was een tijdelijk project. Oh ja, maar dat is toch nog gewoon 2 jaar of zo. Maar ik weet ook nog dat logo M, het heette M, want Lifestyle had een L. Lijp had een L en Vernoer was een V. Ja, grappig. Maar toen op een gegeven moment zijn we gewoon nat gegaan, weet je, met shop. En dan heb je niks. Maar je moet wel eten. En dan ga je kijken naar wat dan nog wel waarde heeft. Mm-hmm. En dan kijk je opeens naar je kast. Die soort van ik had echt een aparte kamer. Hè? Helemaal donker. Breekt, jongen. Met de temperatuur die geregeld werd. Hij zegt kamer, maar volgens mij was het een volledig appartement, Pik. Ja, ik had op een gegeven moment 2 appartementen. Ja. Toen ben ik het 1 appartement... Ja, nou, oké, dat is allemaal. Maar en toen heb ik echt dingen verkocht. Dus ik heb bepaalde dingen verkocht. Ik heb mijn Amsterdam toen een keer verkocht. Met pijn in mijn hart. En het gekke was, toen de tijd was dat een goede deal. Ik heb ze verkocht voor 800-900 euro. 800-900 euro toen de tijd. En als je nu ziet, denk je, best wel... Was dat toen 800 euro? Maar ik had ook mijn Supreme Blazers verkocht. Die heb ik later weer teruggekocht. Ik heb van New Balance heb ik dingen verkocht. Ik zit te denken, ik heb echt gek. Ik had ook nog die Fantastic Four. Weet je nog die Fantastic Four? Die Air Force? Ja, die doorzichtige. Die vond ik ook, die kon je niet mee lopen. Met blauw ook? Met blauw. Want als je hem aantrok, dat besloeg je helemaal. Ze kon niet mee lopen. Ja, dinges, volgens mij had je nog een dubbele Animal. Oh ja, shit, die heb ik ook nog verkocht. Die Air Max 1, die zwarte met Leopard. Die Canadian of zo. Nee, gewoon die Air Max 1,
helemaal zwart en heeft die side panel is leopard. Hij is nog steeds best wel een soort van... ja, die heb ik ook verkocht. Josine, praat jij ook zo met je vriendinnen, maar dan over streetwear? Women's streetwear? Nee, valt wel mee eigenlijk. Nee, ik heb niet per se heel veel mensen om me heen. Zeg maar, mijn vriendinnen zijn niet per se super streetwear girls. Mm. Maar ik heb natuurlijk wel veel met meiden te maken waarmee ik dan werk. Vooral voor shoots en zo. Maar dat zitten we ook niet op dat leveltje, moet ik zeggen. Maar en wat zijn onder jullie dames echt qua streetwear dingen die hot zijn? Is er nog een bepaald item? Nee. Wij kunnen bijvoorbeeld echt zeggen, ja, heb je bij Supreme die ene jas gezien? Ja, man. Nou, het is heel erg... Lekker. Het is heel erg collectiegebonden, dus het wisselt gewoon heel erg. En ik denk, het mooie van streetwear nu is ook dat je... alle kanten op kan, zeg maar. Het is niet per se dat één ding heel erg hype is op dit moment. Nee. Het is best wel breed. Nou hoorde je net het verhaal van Alain dat hij op een gegeven moment 2 vestigingen had. En dan komen er natuurlijk ook vaste lasten bij kijken, want je moet opeens huur gaan betalen. Ja. Jij had dat niet. Nee. Dat lijkt me super lekker. En dan ga je toch een fysieke winkel beginnen. Ja, maar ik had wel echt het idee dat dat verlengstuk wel echt nodig was. Ik heb niet het idee dat ik aan mijn max zit online, want ik kan nog heel veel groeien natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik miste zelf ook wel een beetje het contact met mensen op zich, zeg maar. Ik zat heel veel achter mijn computer te werken en ik had 2 keer een pop-up hier vlakbij bij het Waterloopplein. Mm-hmm. En dan merkte ik gewoon hoe leuk het is ook. Helemaal, weet je, omdat je nu zoveel via Instagram hebt en dan komen van die meiden binnen en die hebben geen idee dat ik een beetje in mijn eentje zo alles zit te regelen. Dus die vinden dat ook leuk om mijn verhaal te horen. En ik vond het wel nodig dat er een soort van persoonlijker geheel kwam, zeg maar. Nou, noem je even die pop-up. Hou dat vast. Okay. Alain, wat is de meeste moeite ooit die jij hebt gedaan voor een schoen? En welke was dat? Ja, ik wist dat je deze vraag zou gaan stellen. Maar je hebt er niet over nagedacht? Ja, jawel, maar het ding is... het klinkt ook echt misschien... Weet je, doordat ik zo'n oude lul ben. Weet ja, je? Waarom was hij? Nee, maar omdat hij dit begrijpt. Hij is 23. Nee, maar kijk, wij hadden geen rijen vroeger. Hè? Wij gingen gewoon naar een shop. Dus als ik dan denk, de eerste keer dat ik moeite moest doen, was voor de Air Max 1 Amsterdam. Ja, toen stond die allemaal achter mij. Ja, toen had ik het ene laatste paardje. Maar, en hoe lang heb je daarvoor in de rij gestaan? Dat was ook voor mij de allereerste campus in Nederland. Ja, man. Ja, dat was bij 75 in de Damstraat. En die schoen die werd verkocht om 11 uur. Ja, en we waren er volgens mij om 9 uur. Ja, dat was voor mij de zonder allereerste. Zonder een blootje te... En het was één al een opgave. Dat je dacht, ze moeten zo vroeg staan. Kwam later. Die schoen kwam later. Want ik weet dat wij toen van Ido kwamen, 90 square meters. En we hadden onze schoen al opgehaald. Oh. En toen liepen wij, ik weet nog dat ik met Melvin was, Melly Mel. Ik, Nick die zei, fuck it, ga in de rij staan. Toen heb ik André al gebeld van, ja, kom nu, je moet in de rij staan. We waren met z'n vieren en toen stonden we daar en toen kwam de rest. Het was in de middag, weet ik zeker. Ja, we hadden net ons schoen gehad, ja. Maar we moesten wat langer wachten. En die eigenaar die vond het wel spannend. Ja, die vond het spannend stond, toen. Onze vriend Remco nog daar. Ja, Remco. Die stond, ja, vond het wel spannend. En ik zal hem heel de tijd te zijn. Ja, want ik zag die rij. Ik dacht, nou, wat de fuck is dit? Een rij voor een schoen, kom op. Ja, en toen zag ik hem heel de tijd te zijn. Van, yo, zie je me? Ik zei, ja, 42. Dat was voor mij echt niet dat hij hem apart gelegd heeft voor me. Maar, ja, nee, dus dat was moeite. Maar je vergeet nog een andere. Lelystad. Dat we daar... hoe heet het nog maar weer? Maar niet Bataviastad. Jawel, Bataviastad. Nike Town. Slagveld. En waarvoor Nike Town zou opengaan. En we hadden... Oh, weet je welke we ook vergeten? Dat was, ik heb er nog eentje. Ik ben juist. Maar Nike... Gelijk wat je gaat zeggen. Nike Town ging open in Bataviastad. En we hadden gehoord dat ze daar nog echt limited dingen hadden. Exclusieve dingen. Dus iedereen ging daar naartoe. En iedereen stond soort van in de rij, soort van hinderlijk. Ja. En die deuren gingen open. En mensen renden naar binnen. Een soort van Black Friday achter mediamarkt-tafereel. En je zag guys, die pakten gewoon zonder dat ze wisten wat het was. Schoven ze zo'n hele stapel met Nike-dozen naar ze toe. En dan gingen ze pas later kijken wat ze uiteindelijk... En toen zeiden we, ik ben op een gegeven moment ook weggegaan, man. Fuck, als ik gaan moet gaan vechten doen voor de schoen met jongens die ik ken, was slagveld. Dat was echt slagveld. Dat was het nieuws gehad, dat. Ja. Maar Nike Town opening in Rotterdam. Powerwall. 2005. Ja, en die heb ik dus ook verkocht.
Maar laat me die Powerwall even googlen. Nee, gewoon een hele Powerwall-serie was daar. Nederland was een van de twee steden volgens mij. Alleen nog in New York misschien, ergens in Amerika. Ja, in Nederland werd die Powerwall gereleased. En dat was een rare avond. Dat was een hele gekke avond. We waren ook niet met zoveel mensen. Ik heb toen, de reden dat ik hem verkocht heb, is... Ja. Ik heb normaal US 8,5. Als ik Powerwall doe, krijg ik dit te zien. Ja, dit is hele serie. Dit is allemaal. En ik had dus die MX-1. Ja. Maar die BRS. Ja, maar die toen was het nog steeds je eigen maat, toch? Ja. En ik had hem in een 40,5 of zo, of 41. Nee, want 40,5 had die broertje van Gerst bedoeld. Ik had 41. En die heb ik uit zijn handen getrokken, dat weet ik dan. Ja. Ik had 41. En hij zei, ik heb alleen nog 41. Ja, is goed, dat is mijn maat. Jij zat echt hier, maar hij zei, ja, hij is mijn maat. Dus dat was helemaal niet mijn maat. Maar dat waren twee. Dus ik moest die... Nee. Er waren twee, want ik heb ook nog 41 gehad. Ik heb 40,5 en die 41 had ik, ja. En eindstand heb ik die aan Jimmy verkocht. Ah, Jimmy. Nice. Hey, maar nog even, dus je was naar Batavia stad gegaan, maar uiteindelijk heb je daar dan niks gekocht. Nee, ik nog wel. Dus heel veel moeite, maar voor niks. Ja, nee. Oké, nou, dat lijkt moeite, want het was een slagveld. Maar luister naar dit verhaal. Oh, slagveld. Wat is de meeste moeite, we hadden het net even over die pop-up, die jij hebt gedaan voor een schoen? Niet zeg maar in de trant van in een rij gaan staan of zo. Maar, nee, dit is wel een beetje een ander verhaal natuurlijk. Maar ik heb een inbraak gehad in de pop-up en daar is ongeveer alles gestolen vorig jaar. Ja. Maar en ging je toen voor het eerst een pop-up Nee, openen? Dat was de tweede keer. De eerste keer had ik een maand gedaan en de tweede keer ging ik 2 maanden doen. En dat was augustus, september en 13 september, weet ik nog, toen en kwam waar, ik aan. Waarom ging je een pop-up doen? Nou ja, om een beetje te testen van, zou een fysieke winkel werken? Ja. Hoe is dat? Vind ik het zelf wel leuk? Weet je, misschien vind ik er helemaal niks aan. Maar dat ging gewoon hartstikke goed. Eerste jaar ging hartstikke goed. Tweede jaar dacht ik ga 2 maanden doen. Gewoon kijken hoe dat dan is, weet je. En toen kwam ik aan en toen was alles gewoon weg. Gewoon. Wow. En het was echt de week dat alle valcollecties binnen waren gekomen. Dus heel veel dingen stonden nog in doos. Het was een kleine winkel, dus ik kon het ook niet echt verstoppen. En volgens mij die dag, ik had van Fila en van Carhartt allemaal nieuwe dingen binnen gehad. En alle rekken waren leeg gewoon. Dus iemand anders heeft heel veel moeite gedaan voor jou. Ja, maar ik heb ze wel weer terug... Deels, Was het ook nog zo dat je voor die pop-up dan extra spullen had ingekocht? Ja, ik had wel iets meer risico genomen. Want ik dacht, dit is gewoon een goed moment om te gaan, weet je. Helemaal omdat het jaar ervoor gewoon zo goed was gegaan. Dus ik dacht, nu wordt het moment om gewoon die groei te gaan maken en wat harder ervoor te gaan. Maar nou zie je al die spullen zijn weg. Je belt de politie. Hoe loopt dat verder af? Ja, de politie deed niet zo heel veel. Nee, dit was... Geen inbraaksporen, niks? Nou ja, ik huurde het via een partij en die had ik natuurlijk gelijk ingeschakeld. En zeiden, maar dat slot wat erin zat, dat is er zo uit te forceren. Inside job. Ja. Nou ja, ik heb nog wel even een soort van conspiracy theory gehad. Zo van, wacht even. Heb je het niet zelf gedaan, zo? Ja, dat iemand van die ver, maar dat is niet zo hoor. Maar, want uiteindelijk is er iemand voor opgepakt wel. Dus dan bel je vervolgens de verzekering? Nee. Waarom niet? Want die had ik niet. Oh. Ja, heel pijnlijk. Heel stom ook, heel stom. Mag ik weten voor hoeveel duizenden euro's er gejat was? Mm, ja, 10.000 euro ongeveer. En dan doe je alles helemaal in je eentje? Ja, ook. Ik heb nooit een lening of zo verder aangevraagd. Dus ik heb echt zo heel beetje bij beetje, weet je, heel klein begonnen, steeds groter. En dat doet wel heel veel pijn. En dat hoe is het toen verder gegaan? Want je zou ook kunnen denken, dit is zo'n rip uit mijn lijf. Ik kap ermee. Ja. Ja, daar heb ik ook zeker wel over nagedacht. Maar ik had gelukkig heel veel leveranciers die gewoon heel erg supportive waren. En alle rekeningen moesten wel betaald worden. Maar die hebben me wel heel veel speling gegeven. En ook consignatiedeals gegeven. Dat ik gewoon wel een beetje weer op mijn pootjes kon komen. Ja, lief. Super lief, Dat zou je helemaal niet meer verwachten. Nee. Ik heb ook wel echt, zeg maar, vorig jaar heel erg gemerkt hoe lief de community eigenlijk wel is. Want, dit was vorig jaar? Ja, dat was vorig jaar. Ja. Ja, dus ik zit nog steeds wel... Ik heb het wel moeilijk nog steeds. Het is financieel voel ik hem... Nog steeds. Maar opgeven is niet echt een optie voor mij. Ik ga straks mijn vrouw naar je website sturen.
Ja, dus dat ze even gewoon even nog iets koopt, dat je een beetje support heeft. Ja, niet lifestyle-stijl, hè? Niet alleen kijken en weer... Nee, meegaan. Weet je, als iedereen, alle dames het nou even doen, of alle mannen even gewoon een cadeautje... Zoiets. Nou, de feestdagen komen eraan, dus het is sowieso een goede tip om even daar te gaan kijken. Het is ontheblok.shop.com. Dus. Dat is gezegd. Ja, bedankt. Al die spullen die waren weg. Ja. Je zei net, stilzitten, dat was geen optie. Je wilde doorgaan, maar hoe ging jij door? Want je bent eigenlijk een soort Sherlock Holmes. Ja, zeker. Ja, ik laat dat niet zomaar gebeuren natuurlijk. Ik ging natuurlijk gelijk op Marktplaats en United Wardrobe en zo kijken van... Hey, is er iemand die toevallig een hele lading aan de merken die ik verkoop? Nee, dat gebeurde niet. Tot ik toevallig, wat was het? Ik denk februari dit jaar, toch nog een keertje ging kijken. En toen zag ik dus dat er iemand was die... allemaal dingen met onderblok labels aan kopen was. Slim, hoor. Ja. Maar dan zie je dat dus... Was het een man of een vrouw? Een chick. Echt? Oh, ja. Maar dan wist dat was het een inside job. Ik heb ook het idee dat zij... Maar dat ze ook wel in de winkel is geweest, hoor. Want ik heb er dus gezien ook en ik dacht wel van... Maar hoe... Sorry. Ja. maar hoe is het dan verder gegaan? Weet je, want jij ziet dat en dan... Je hebt politie gebeld. Politie gebeld. Maar dat was best wel... Ja, hoe kan je bewijzen dat dit jouw spullen zijn? Ja, jongens, er hangt een label aan. Ja, maar ga maar alles verzamelen. Dus ik heb echt een mega document dossier gemaakt. Opgebouwd. Ja, echt letterlijk gewoon. Wow. En ik heb er helemaal opgespoord via Instagram. De dochter en waar ze woonde en alles. Ik wist alles. Dus ik ben echt naar de politie gegaan van... haar moet je hebben. Dit is al het bewijs. En doe er wat mee. Het jammer is alleen wel dat zij dus alleen werd verdacht van... Heling. Ja, heling. Ja. En dat ik dus van de 10.000 euro maar 213 euro terugkrijg. Wow. 213 euro? Ja. Ik had geen aangifte gedaan. Oh, nee, zeg maar nu... Nee, ik zou het nu ook niet meer doen, je want... Je bent live. Nee, je had aangifte. Nee, kom maar. 213 euro, 213 klappen. En ik heb er zoveel moeite in gestoken om überhaupt haar iemand op te sporen, dat ik nu ook zoiets heb van, fuck it, weet je, laat maar. Volgende keer gewoon Alberto Stegeman contacten. Misschien. Zij is Alberto kennelijk. Ja, Alberta. Maar je kocht in die pop-up shop ook schoenen. Ja, ook schoenen. Dus eigenlijk, om het even helemaal in te pakken... Heb dat is heel de veel meeste moeite gedaan voor een gedaan. Schoen. Ja, dat was jouw brug. Ja. Oh, mooi. Lekker. Ja. Thanks. Een beetje verder. Ik heb nog een verrassing voor je. Hier is het trouwens. All right. Let's go. Alain. Ja, we hadden het net over een hele goede tip... Ja, die heb en ik vind dat echt een goede tip, want je liet dat filmpje zien en ik moest meteen aan mijn Amsterdams denken, want de airbubbel is helemaal beslagen. Ja. Nee, het ding dus is, wat niet veel mensen misschien echt doorhebben, is dat er air zit in een airbubbel. Maar die air, dat gaat op een gegeven moment een soort van eroderen op je air unit, toch? Dus dat die geel wordt. Hmm. En daar is eigenlijk een heel simpel trucje voor. Dat is gewoon een warme föhn erop zetten. Ja, hier zie je het ook. Echt? Ja. Dus als je een föhn erop zet... Ja. Het is gewoon echt zo'n föhn. Als je het gewoon opzet en je wacht, dan... En dat blijft ook gewoon goed dan? Ja, want hij doet het dus... Niet helemaal. Je moet het blijven doen. Maar dan kan je beter zo'n van die zakjes erbij gooien gelijk in de doos. Je weet toch die... Van die vocht. Ja, van die vochtvreden. Ja. En één ding. Niet te dichtbij. Nee. Anders gaat de airbubble kapot. Maar en hoe vaak denk je dan dat je moet föhnen? Hoe bedoel je? Nou, moet je dat je zegt, je moet blijven föhnen. Moet het iedere dag? Kijk, op een gegeven moment gaat hij weer beslaan. Ja. Maar stel, je wil even flaneren over de boulevard, dan even föhnen. Dan föhn je. Als je toch bezig bent, dan doe je gelijk even schoenen. Nu we er toch zo lekker in zitten qua verrassing onthullen. Ja. Er staat hier wat. Ja. Wat leuk. Wat, het is net pakjesavond. Ja. Wat heb je meegenomen? Nou ja, toen we live zat deden, toen... Stom, ja, ik weet het. Ja, toen hebben we heel erg gehasseld op een gegeven moment om een eigen schoen te doen. En dat was best wel moeilijk. Maar op een gegeven moment waren we uitgenodigd door New Balance om naar Londen te komen. Daar was een of andere release van een speciale collectie van hun. Dat was wel heel tof. Ze hadden New Balance heeft een fabriek in Flimby. En ze hadden dus echt de gezichten van de mensen die schoenen maakten, hadden ze een hele collectie meegemaakt. Dus hun gezicht stond op die schoenen. Oh ja. En ze hadden ons uitgenodigd van, hey jongens, weet je, kom even langs. Dus wij daar naartoe. En toen op een gegeven moment dan ga je bier drinken.
En toen waren we biertjes aan het drinken met bepaalde kennelijk hoge hotenmethoden bij New Balance. En ja, toen dropten we ons idee. Toen zeiden ze, ja, dat is een goed idee, maar dan op zijn Engels. Maar dat is een goed idee. En dus toen hadden we een soort van yes, we hebben een ingang. En toen zijn we eigenlijk gaan designen. Hoe ging je designen dan? Moest nou, we hebben het sowieso, het is een team effort, weet je. Dus het was echt met Jim, met Jeff, met Hanno. Mo. Mattimo, Imro. Ja. En zijn we gaan designen. Hebben verschillende mock-ups gemaakt. En uiteindelijk hebben we er 3 samples laten maken. Maar mag ik nog even vragen, hoe ging dat designen dan? Omdat, kijk, bijvoorbeeld bij Nike by You, dan kan je dingen aanklikken. Maar dat had je toen nee, natuurlijk dus niet. Nee, dus wij gingen gewoon met elkaar zitten. Wat vinden we tof? En een van de eerste dingen bijvoorbeeld die gelijk besloten werd, was Gumsel. Wij zaten in Gumsel. Dat was gewoon, er moet een Gumsel. Ja. Toen werd het model besloten. Dat bedoel ik niet om te haten, want ik ben het helemaal met je eens. Ik vind een Gumsel altijd echt mooi. Maar ik vind het wel altijd een makkelijke keuze, omdat je weet, het is altijd tof. Maar toen dus niet. Ah ja, oké. Okay. Nee, maar dat is echt zo. Ja, je hebt gelijk. Dus toen waren er dus niet zoveel schoenen met een Gumsel. Maar en om nog mijn vraag te beantwoorden, hadden jullie dan op de computer die New Balance nagemaakt? Ja, nou, wil je dus toch zien hoe de kleuren samen. We hadden een vriend van ons, Said, die was echt koning Photoshop. Dat is hij overigens nog steeds. En die ging op een gegeven moment met onze ideeën, ging hij in Photoshop erop projecteren. En van daaruit is eigenlijk die schoen ontstaan. En het gekke eigenlijk is, normaal gesproken, als je zo'n concept ontwikkelt, kom je eerst met het concept, dan ga je dan. En wij waren eigenlijk in het proces tegelijkertijd op het zowel het concept als het model uiteindelijk gekomen. En daar ontstond gewoon een verhaal. En wat is het verhaal? Nou, het verhaal is de kakkelak. Ik ben een Rotterdammer en nog geen eens dat ik heel veel into die hele voetbalding ben. Maar ja, weet je, Rotterdammers zijn kakkerlakken. Dat is, zo worden we genoemd. Ja. En wij dachten van, wacht even, weet je, als we dat nou eens een keer gaan omdraaien. En ik had toen, ik was in de boeken gedoken en ik had toen gelezen dat als er een kernramp is, dan is een van de weinige wezens die het overleeft, zijn de kakkerlakken. Ja. En toen dacht ik, maar wacht even, als we dit nou gaan omdraaien. Als we dit nou gaan omdraaien en we gaan van die kakkerlak een soort van geuzennaam maken. En we maken juist, nee, ik ben trots om een kakkerlak te zijn. Want, en dat, ik bedoel dan nog steeds. Nou, helemaal voor een stad als Rotterdam die natuurlijk gebombardeerd is. Ja. Weet je, dus toen zijn we daarmee verder gegaan. En toen ging het heel snel, weet je. Dus toen hadden we, ik pak hem erbij. Overigens wel leuk voor de mensen die kijken. Dit is de Suzanne Beltas die erbij geproduceerd is toen de tijd. Suzanne Bel was onze buurvrouw. En die was toen net begonnen met haar tassenlabel. En werden die tassen niet nog van iets bepaald iets gemaakt? Of heb ik dit verzonnen? Nee, dat is niet verzonnen. Volgens mij is deze tas geïnspireerd. Oude parachute of zo? Nee, dat weet ik nog niet. Maar dat valt alles uit, want ik doe de boodschappen mee. Maar die tas is dus het model. Je weet toch vroeger die Albert Heijn zakjes? Ja. Weet je, die dat is dit model. Oh ja. Die hebben zij, volgens mij. Ja, ja. Maar ja, anyway. Dus wij gingen die schoen maken. Dit is hem. Dit is de ongedraaid. Dit is de originele doos. Ja, dit is de originele doos. Dat was toen. Bijvoorbeeld dit, kijk, je moet voorstellen, New Balance deed dit niet. Dus dit hebben wij met de hand gedaan. Je ziet dat het ook op een gegeven moment loslaat. Maar ook, vertellen dat Derren de kakkelak heeft gemaakt. Ja, Derren van Lijp kakkelak gemaakt. En Nick had toen de letters gemaakt. Nick logo gemaakt, ja. Letters gemaakt. Is dit allemaal waar, moet alleen het best houden om het allemaal goed in beeld te krijgen? Tussen hier tussen. Ja. Oké. Moet allemaal goed in beeld, ja. Ik snap het. Dus dan herhaal ik het even. Dus Derren van Lijp heeft toen die kakkerlak voor ons ontworpen. En Nick van Lijp heeft toen. Wedstrijd. Heeft toen een wedstrijd gewonnen. We hadden een wedstrijd uitgegeven voor een nieuw logo. Dat was super dope. En Nick was toen onze. Nick die had ook echt het tofste logo gemaakt. Maar het ding is, volgens mij is deze. Zelfs nog nooit echt uit de doos geweest. Oh. Ja. Zo, joh. Dat is mijn maat. Ja. Niet eens geveterd. Nee.
Maar toen hebben we... Ja, toen ging het eigenlijk best wel snel, weet je. Toen dachten we van, ja, wat zijn nou de kleuren die de stad voor ons betekent, weet je. Dat is echt dat grijs en dat wit, zwart van de gebouwen. De Maas die de stad doorkruist. En dan het paarse eigenlijk een beetje om de hele culturele scene. En ja, weet je, die in het hart van Rotterdam wel leeft, maar die niet altijd heel erg aan de oppervlakte zit. Daarom hadden we zoiets van, dan doen we dat paars aan de binnenkant. En waarom paars dan? Waarom niet geel, rood? Kwam ook beter uit. Maar daarvoor was Rotterdam ook culturele hoofdstad geweest. Nee, ik zeg het verkeerd. Nee, Rotterdam was toen architectuurhoofdstad geweest of zoiets van Europa. En toen hadden ze ook heel tof bepaalde gebouwen hadden ze paars uitgelegd. Oh, ja. Dus dat vonden wij made sense. Ja. En toen hadden we dus ook die kakkelak aan de binnenkant. Oh, leuk, ja. Maar je moet voorstellen dat New Balance dit dus niet zelf deed. Dus wij kregen die schoenen binnen. En toen hebben wij echt nachtenlang kakkelakken zo. Oh. Met die heatpress. Ja, met die heatpress. Met die heatpress hebben we die kakkelakken erop moeten drukken. Die waren ook echt net klaar. Ja, we waren echt net klaar voor de release. Ja. En dat was gekhuis toen. Want we hadden toen... En je moet voorstellen, we hadden... je kan een fabrieksrun maken. En vroeger kwamen heel veel specials in één fabrieksrun. Het was 260 paar. Zoiets. En je kon dan ook een half fabrieksrun. En dat was dan, nou, dan zou je denken 130, maar volgens mij was dat 150 paar. En wij dachten, ja, we weten niet of dit goed gaat landen, man. Dus laten we gewoon maar 150 doen dan, in plaats van 240. En toen, weet je, het ging naar buiten en sneakerfrieken pakten het op. En toen, ja, toen was het gekkenhuis. Toen was het echt gekkenhuis. Ik heb nog promo voor je gedaan. Dat werkt nog heel goed. Ik heb stukjes gekregen. Ja, klopt, ja. Maar en zijn er hier dan maar 150 van gemaakt. Ja. Wow. Ja. Super jammer natuurlijk voor zo'n fraai vormgegeven schoen. Ja. Door jullie. Ja. Dat moeten ze bij New Balance ook gedacht hebben. Ja, zo heftig, want hè? Niet lang geleden, wat zag jij op het wereldwijde web alleen? Ja, ik viel wel een klein beetje van mijn stoel. Ja, nou, ik zag het. Ja, New Balance, die had gewoon... ze hadden een soort van lijn gemaakt. Die noemden ze de sample collection of zo. En ze hadden gewoon deze schoen volledig nagemaakt. Serieus? Zonder ons te contacten. Maar dan in de 1500 model. Zonder enige van te contacten. Wow. Ja, dat was wel echt... we zaten ook heel erg in onze maag. Weet je, ik belde gelijk mijn oud-compion op. Van, weet je hoe die heet toevallig? Ja, volgens mij Sample Pack of zoiets. Serieus? Factory Sample. Heb ik niet eens gezien. New Balance Factory Sample Pack. Sample Lab kan dat? Ja, Sample Lab. Dat kan en ook welke bij, model was het? 1500. Slecht, hoor. Ja, en ze hebben dus nu onlangs hebben ze zelfs de samples die wij toen hebben laten maken, want we hadden nog een paar andere mock-ups gemaakt. Mm. Zelfs de samples hebben ze gereissued. Wauw. Ja. Maar even serieus, hè? Ja. Ik ben nu wel benieuwd. Ja, ik ook wel. Mag ik hem zien? Ja. Ja, het is gewoon hetzelfde kleurenpalet op een ander model. Nee. Had je deze niet gezien? Dat heb ik echt niet gezien. Ja. Dit heb ik echt gemist. Alleen die M is anders. Ja, maar omdat het... Ja, ah, dit vind ik echt wack. Maar alles, dit patent, die Crocskin toe cap, die nose guard. Ik hoorde ook dat er op de insole een kakkelakje stond. Ik weet het niet. Maar bij New Balance kon je een tijdje een soort van ID doen... Weet ik dat mensen gingen proberen deze na te maken. Maar ik vind het wel sick wat deze schoen heeft gedaan. Er zijn zelfs mensen die hebben die schoen gewoon getatoeëerd. Hè? Nee, Fips heeft alleen de kakkelak getatoeëerd. Nee, maar er zijn gewoon mensen die hebben die schoen gewoon getatoeëerd. Dus dat sick. Was al... het is nog steeds een van de projecten waar ik wel het meest trots op breng. Nogmaals, team effort, weet je... We hebben het echt met z'n allen gedaan, maar het was wel echt een heel tof project. Ja. Was wel echt, ik vond het sowieso, als ik er nu aan terugdenk, was gewoon ook gewoon een toffe dag. Want ik weet dat was eerst de release, iedereen ging erheen. Ja. En toen gingen we nog, waren dus die winkel met z'n allen samen. Hadden we een sneaker event. Ja. En dat was zelfs druk. Ik weet dat dan gewoon, als ik zo denk, dat werd sommige van die schoenen werden daar gelijk verhandeld voor 250 of zo. Ja, 250 gewoon op dat eventje. Ik weet nog dat Amsterdammetjes daar voor 300 euro stonden. Ja, het was echt een toffe dag. En toen hadden we nog die afterparty in de kelder gedaan. Ja, dat waren een van de legendarische. Alleen genodigden. Ja. Maar je moet voorstellen, die afterparty was in de kelder en dat was echt...
was eng. Dat was best wel eng, weet je wel. Het plafond was laag. Ja. Modder op de vloer, DJ boot. Het was bijna die ene clip van Jean Paul. Hij heeft zo'n clip in de kelder. Nog lager plafond. Ja, ja, ja. Plafond hing je kon gewoon aan die buizen vasthouden en zo. Ja, 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 was eng. En was mensen eng. Liepen dus ook gewoon, die trokken gewoon die schoenen aan. Ja. Tijdens die party. Zo, dus helemaal gereld. Helemaal kapot. Er zijn er vandaag de dag misschien een paar handen. Ik denk dat tellen. Er niet heel veel meer zijn die nieuw in de doos zitten. Nee. Nou heb je dit geweldige project, hè, wat je zelf mede hebt vormgegeven, nog helemaal ongedragen in je bezit. Ja. Geweldig natuurlijk. Yeah. Is er nog een schoen die jij graag zou willen? En hoeft niet per se een hype iets te zijn, mag ook iets zijn wat er nog aan ziet te komen waarvan je denkt, vind ik leuk? Meerdere. Weet je, ik heb ook dingen weggedaan waar ik spijt van heb gekregen. Maar noem eens eentje. Eentje die ik En probeer niet de usual suspects te noemen. Nee, maar eentje. Dus Foot Locker heeft ooit een jij kent deze, een Nike Air Max 90 Safari gedropt. Ja. En die heb ik niet gepakt. Ik heb die in jouw maat. Ja? 22,5. Halletje, boy. Nee. Hey, trouwens, die... Dus die wil ik nog... Weet je, wel gedragen. Die heb ik nog, volgens mij. Ja. Heb je die Dunk Safari gezien? Ja. Oh, niet zo enthousiast. Ja. Cheap. Ja. Ik vond het een aangename verrassing. Kijk, hè. Ja, maar ik ben geen dunk guy. Nee, dat is waar. Ja. Oké, nee, dan laten we dat rusten. Als ik zelf wel eens sneakers zoek, dan ga ik daar bijvoorbeeld voor naar sneakerjagers.nl. Want zij hebben een zoekmachine en dan kan je dus zien welke webshop de schoen nog heeft die jij zoekt. Of ze hem in jouw maat hebben en waar die het goedkoopst is. Lijkt me toch een mooie tip voor als je bijvoorbeeld deze aflevering voor het eerst ziet, want dan is hij nieuw. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Spreek voor zich. Josine, tot slot. Is er nog een schoen waar jij van droomt? Ja. Mijn eerste paar sneakers wat ik ooit bij Patta heb gekocht, dat was een Air Assault. Die heb ik nooit meer ergens kunnen vinden. Welke kleur? Blauw-geel. Donkerblauw met geel. Je hebt toch die witte-gele daarvan gehad? Ja, wit met blauw en... De laag of de hoge? Ja, wit met geel had ik. De hoge. Ja, ja, vriend, ik ja je had ook die laag inderdaad. Ja. En die heb ik ooit van Nike zelf gekregen. Ja. Wow, dat je dat weet, man. Ja. Dat geheugen van jou, het verbaast me iedere keer. Jongen, ja. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie komst. Want het is niet anders, het zit er alweer op. Hey, maar je vraagt mij niet. Ik wil een shout-out naar iedereen doen. Ik wil graag die Travis Scott Jordan 6 en ik heb echt geen €1000 voor over. Ik ook echt, ja. Ik heb echt een hele dikke mijn basketbalschoen. Ik heb daar zo op gebasketbald, weet je. Het gaat mij gewoon... Iedereen denkt dat het om die hype gaat of zo, maar ik vind die schoen, ik wil die schoen echt. Ik word gek van die app. Oh. Ja, ik snap dat je gek wordt van die app, maar ik wil die schoen echt. Dus als iemand hem ergens heeft liggen... Heel oprecht. Kunnen we ruilen. Voor 999 euro. We hopen dat ik met de kerstdagen goed gezind is. Ik breng lekker eten, ik ga voor je koken. Oh. Maar misschien ga ik dan zelf op zoek. Welke maat heb je? 43. Oké, nou we gaan op zoek. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer natuurlijk weer een nieuwe aflevering. Ik zeg volgende keer, want ja, ik weet niet wanneer jij op het volgende filmpje gaat klikken. Of hoe je hem op Spotify of Apple Music beluistert of wanneer dat doet. Dat bedoel ik eigenlijk. Wat ik nog wel tot slot wil zeggen, het is heel belangrijk. Volgende aflevering is Edson van Patta te gast. Oh, zo dan.